Taramakka zal voorlopig afhankelijk blijven van de middelen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, RO. Het decentralisatieproces dat bij de verschillende districtscommissariaten is ingezet om eigen middelen te genereren, is nauwelijks van toepassing op het commissariaat in Saramaka. Dat zegt districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey. Dit district is namelijk dun bevolkt en er vinden weinig bedrijfsactiviteiten plaats. De nieuwe maatregel in Paramaribo, waarbij ondernemers die op de bermen activiteiten ontplooien, ook belasting moeten betalen, geldt dus niet voor Saramaka, zegt Dubey. Wat ik wel doe is, iedereen die hier gebruik maakt van de openbare weg, en onderweg verstaan we ook de berm. De berm is een deel van het weglichaam. Wanneer er mensen zijn die gebruik willen maken daarvan om zaken aan de man te brengen, dan maken we ze vergunningplichtig. Je moet vergunning hebben, dat is één. Dus er komen wel wat kleine vergunningsrechten erbij. En wanneer men kleine heffing, als er zijn een soort van standgeld, dat we vragen. Voor de mensen die voedselwaar aan de man brengen, worst en dat soort zaken, dan komen er andere zaken bij kijken, volgens standaarden van het BOG, waarbij de mannen een doktersverklaring moeten hebben, voedhandelskeuring, noem maar op. Dus dan zorgen we ook ervoor dat minimale zaken aanwezig zijn, water en dergelijke, zodat de hygiëne en voedselveiligheid zeker in acht wordt genomen. De DC zegt verder dat er nauwelijks ruimte is om op andere manieren aan middelen te komen. Saramaka telt namelijk ruim 18.000 bewoners. U zegt dus dat er andere districten zijn waar je dus meer kunt halen, bijvoorbeeld uit borden. Toch? Dan mag je dus inningen plegen. Maar wij hebben bijna geen borden op Saramaka. Zo kun je dus, kijk bijvoorbeeld met vuilniszakken kun je in andere districten heel veel doen, omdat het gaat om 100 zoveel duizend mensen. Maar wij hebben maar 18.000 mensen en niet iedereen komt een vuilniszak. Dus dat kwartje dat je zou verdienen per zak is niet veel. De som van het bedrag wordt dan niet veel. We hebben hier een, we hebben een botenhuis. Welke we verhuren. Dat geld komt in een districtsfonds. Dat is eigenlijk onze tot nu toe enige inkomstenbron. Daarmee proberen we wat inkt en papier te kopen en zo. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubey over het huidige decentralisatieproces. Saramaka blijft voorlopig afhankelijk van de middelen van de centrale overheid.